Hoi hoi, welkom bij deze video van Leuke Recepten. Vorige week heb je al kunnen zien hoe ik zelf pizzadeeg maak. Heb je hem nog niet gezien? Kijk hem dan hier terug. En je zag dat ik daar eindigde met deze pizzabodem. En die ga ik nu omtoveren tot een pizza calzone. Een pizza calzone is trouwens een dubbel gevouwen pizza. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet zo heel vaak eet, maar des te leuker om hem vandaag dus te maken. En ik ga hem vullen met onder andere wat salami, wat pizzasaus, mozzarella, kaas, champignons en paprika. Een pizza moet altijd heet gebakken worden, dus ik zet de oven op 240 graden. En ondertussen bak ik alvast even de groenten aan. Hiervoor verwarm ik een pan. Een klein beetje olie aan toe. En dan ga ik daar alvast de champignons en paprika in bakken. Want er komt wat vocht uit tijdens het bakken en het is niet fijn als dat gebeurt in de pizza. Dus ik kan hem beter nu alvast een beetje voorbakken. Terwijl de groente staat te bakken, ga ik alvast verder met het beleggen van de pizza. Dit doen we dus maar op één helft. Dus daar doe ik een klein beetje pizzasaus op. Je kunt ook tomatensaus gebruiken en daar zelf wat pizzakruiden of wat Italiaanse kruiden aan toevoegen. Hou de randen van de pizza vrij. Dan gaat er wat salami op. Ik heb ze net al eventjes in stukjes gesneden. De mozzarella. En dan wachten we nog heel eventjes tot de groenten klaar zijn. Als de groente ongeveer 5 minuutjes heeft gebakken in totaal, dan verdelen we deze ook over de pizza. Dan gaat er nog een beetje geraspte kaas overheen. Ik voeg nog een klein beetje extra Italiaanse kruiden toe. En nu kijken of we hem nog dicht krijgen. Ik ga nu de ene helft over de andere helft heen vouwen. En dan gaan we de randen goed op elkaar drukken. Je wil natuurlijk niet dat die open gaat tijdens het bakken. Wil je hem er extra mooi uit laten zien, dan kun je de randjes nog een beetje naar binnen vouwen. En dan ga ik nog een klein beetje van de tomatensaus in een kommetje doen. En dit ga ik mengen met wat olijfolie. En hiermee ga ik dan de bovenkant nog een beetje insmeren. Hierdoor wordt hij extra lekker knapperig. Zo, en is hij klaar om in de oven te gaan. En het handige van een pizza calzone is dat je er dus heel makkelijk twee naast elkaar op de bakplaat kunt bakken. Dus je hoeft niet moeilijk te doen met verschillende bakplaten. Yes, de pizza calzone is ready. Hij heeft ongeveer 15 minuutjes in de oven gestaan en ik heb hem net doorgesneden. En de geur die eruit komt is echt super lekker. Ik heb er helemaal honger van gekregen. Ik hoop jullie ook. En vooral bedankt voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En tot de volgende keer.